Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, Nederlandse investeerder wil voederadditieven in Suriname produceren. Delegatie Gemeenschappelijke Hof van Justitie brengt bezoek aan president Santokki. Korps Militaire Politie versterkt met 48 man en Nauratri, periode voor zuiveren en sterken van waarden en normen. In diervoeding zit er vaak veel preventieve antibiotica verwerkt. Dit is economisch rendabel, maar milieutechnisch zeer slecht. De Nederlandse onderneming Silda Holding BV wil in Suriname voedersupplementen produceren om antibiotica in diervoeding te vervangen. Directeur-eigenaar Henry van den Begelaar heeft de intentie een fabriek in Suriname op te zetten. Hij heeft zijn investeringsplannen op dinsdag 4 oktober 2022 samen met Ramesh Manusing aan president Chandrika Prasad Santokki kenbaar gemaakt. En van plan om hier een fabriek te bouwen om diervoederadditieven te gaan maken voor de Noord-Amerikaanse en de Zuid-Amerikaanse landbouwindustrie. Dat gaat zijn voornamelijk vervanging van antibiotica. Er wordt in de diervoeding heel veel preventieve antibiotica gebruikt, zodat die dieren harder groeien. Economisch is dat zeer rendabel, alleen milieutechnisch zeer slecht. Want door het gebruik van die antibiotica worden veel bacteriën resistent. En met ons product kun je die antibiotica vervangen. En daarmee kun je de resistentie dus terugdringen van die bacteriën. Het wordt er niet duurder van. De dieren groeien er net zo hard van. Milieutechnisch gaat het enorme voordelen opleveren, want de resistentie van bacteriën is in heel de wereld een probleem aan het worden. En met dit product ga je dat niet meer hebben. Dat is het grote voordeel. Ik ben hier geweest om te kijken of wij hier een fabriek kunnen starten. En de president heeft mij alle medewerking toegezegd. In het geval er zich problemen mogen voordoen, dat die opgelost gaat worden, daar ben ik heel blij mee. Gaat met name over betalingen. Als er geld naar het buitenland moet worden overgemaakt. Want wij gaan al onze grondstoffen uit het buitenland moeten inkopen. Maar we gaan daar ook weer alle eindproducten aan het buitenland verkopen. Dus netto gaat er wel behoorlijk wat geld overblijven. Maar er zal eerst geld uitgegeven moeten worden om grondstoffen te kopen. En dat was een beetje mijn zorg, maar die is nu weggenomen en daar ben ik heel blij om. Dus het was een geslaagd bezoek. Wat zal de meerwaarde zijn van uw product voor concreet de Noord-Amerikaanse markt, zoals u dat zegt, en ook voor Zuid-Amerika? De meerwaarde zal zijn dat je dus kunt stoppen met het gebruik van preventief gebruikte antibiotica. Je kunt dus die antibiotica weglaten, waardoor er geen resistentie van bacteriën meer komt. Een delegatie van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is op werkbezoek in Suriname. Met het Surinaamse Hof van Justitie zijn er gesprekken gevoerd over het vernieuwen en versterken van de samenwerking met de rechterlijke macht. De delegatie heeft, vergezeld door de Surinaamse hofpresident Iwan Resselbaks, op dinsdag 4 oktober 2022 een bezoek gebracht aan president Santokki. Het gemeenschappelijk Hof van Justitie wordt gevormd door rechters uit de overzeese gebieden van het Koninkrijk der Nederlanden. Thank you.
Ik ben met een delegatie van het gemeenschappelijk Hof van Justitie, van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, de voormalige Nederlandse Antillen. En in dat verband heb ik een bezoek gebracht met mijn delegatie aan het Hof van Justitie van Suriname. En om samen de samenwerking te verdiepen, te vernieuwen en te verdiepen. In dat verband hebben wij als gemeenschappelijk hof van de voormalige Antillen een systeem gegeven aan het Hof van Justitie van Suriname om zaken te registreren, nu digitaal. En ook hebben we 2 dagen lang met de president van het Hof van Suriname afspraken gemaakt over verschillende onderwerpen waarin we de samenwerking willen gaan verdiepen. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat we een verdere samenwerkingsovereenkomst zullen uitwerken. En over die uitkomsten hebben wij vanmiddag ook gesproken met de president van de Republiek Suriname, de heer Santoki. En waarbij we hem hebben verteld op welke wijze deze twee hoven elkaar zullen ondersteunen en de samenwerking zullen blijven versterken. Nou, dat is aan de ene kant registratie van zaken en aan de andere kant de samenwerking op gebied van opleidingen. Waarbij we niet alleen maar rechters en secretarissen van ons hof hier opleidingen kunnen volgen, maar ook omgekeerd, waarbij rechters van Suriname ook bij ons op de eilanden opleidingen kunnen volgen. Dat is één aspect. Een ander aspect is ook dat onze rechters ook hier les kunnen geven. Onze rechters kennen het gebied, zijn ook Caribisch en kunnen in dat verband ook met de kennis van het kleur lokaal van ons rechtsgebied hier hun kennis en ervaring delen met de collega's in Suriname. Nou, wat we nu zullen doen is we zullen de aspecten die we deze 2 dagen hebben besproken zullen uitwerken in een memorandum om een samenwerkingsovereenkomst verder uit te werken. En verder met name moeten afspraken maken over de verdere registratiesystemen, met name voor strafzaken, hoe we daar invulling aan zullen geven. Dus het kan betekenen dat we op korte termijn een nieuw bezoek moeten brengen aan Suriname. Zowel bij mij als bij mijn collega-president van het Hof van Suriname is de ambitie groot, de welwillendheid is er en de banden zijn warm. Dus de perspectieven zijn daardoor ook positief. Het Korps Militaire Politie is 48 leden rijker. Op woensdag 5 oktober 2022 hebben cursisten die de basisopleiding Militaire Politie met succes hebben afgerond hun diploma in ontvangst mogen nemen. Dit vond plaats bij de Vereniging Officiers Sociëteit. De 3-jarige opleiding is na 1 jaar geleden hervat na onderbrekingen vanwege COVID. De Communicatiedienst Suriname was aanwezig bij de diploma-uitreiking en legde het volgende voor u vast. Dit is weer een mijlpaal. U bent zojuist beëdigd en u gaat belast worden met militaire politietaken. En een groot deel is al genoemd. Ik ga 2 daarvan benadrukken. Toetsen van handelingen van militaire landsdienaren. Strijdig met de militaire tucht en orde. Dat is 1 belangrijke taak. En de 2e is ondersteunende taken aan de politie, overige instanties. Vooral handhaving van wetten. En ik benadruk ook artikel 14, wet op het Nationaal Leger, waarbij de PG aan ambtenaren van de militaire politie zodanige instructies kan geven met betrekking tot opsporing en nasporing van strafbare feiten. Goede justitie nodig acht. Dus we staan ook onder directe leiding, de leden van de militaire politie, onder directe leiding van de procureur-generaal. Om deze taken adequaat uit te voeren, heeft u kennis, vaardigheden gehad. Examen afgelegd, geslaagd, uw bewijs, is uw diploma geweest, dat heeft u al gehad. En vandaag heeft u de eed afgelegd. U heeft publiekelijk plechtig beloofd dat u trouw gaat zijn aan de wettelijke regelingen. Dat u alles in het werk zal stellen om een goede militaire politieambtenaar te zijn.
trouw te zijn, dat u wettelijke regelingen gaat naleven en dat u voorbeeldig en onkreukbaar zich gaat opstellen. Heel veel mensen in de Surinaamse samenleving beloven dit. Militairen, politie, douane, brandweer, politici, artsen, overheidspersoneel. Maar wat zien we in de praktijk vandaag de dag? Ondanks deze eed of belofte, of kennis, of machtsmiddelen, want u heeft wapen en we hebben monopolie, politie en militairen, om geweld te gebruiken. Dat gezag wegzakt. Dat gezag minder wordt. En dat het vertrouwen in instituten aan het afnemen is. Hindoes over de hele wereld vieren voor de tweede keer dit jaar Navratri, het feest dat gewijd is aan de godin Durga Mata. President Chandrika Prasad Santokhi heeft in dit kader op dinsdag 5 oktober 2022 een bezoek gebracht aan de Sri Vishnu Mandir. Het staatshoofd sprak van een periode van bidden voor het zuiveren en sterken van waarden en normen. Hij vroeg de gelovigen te bidden voor de regering en het land, opdat er een ommekeer komt in de moeilijke periode. Of het in ons lichaam is, of in de samenleving, of in de wereld, gaat om een conflict tussen dharma en adharma. En wij moeten die adharma zien weg te krijgen. En Navratri dient zich daarvoor. De Durga Mata de kracht te vragen, zegen te vragen, wijsheid te vragen, kennis te vragen, strijdbaarheid te vragen, om die strijd te leveren, om die adharma weg te krijgen. Uit jezelf, uit de samenleving, uit de wereld. En dat kan je alleen doen door constant in gebed te blijven. En dat is wat ik als president doe. Om die dingen die je niet kan doen, daarvoor te bidden. Want de natuur heeft ons al een waarschuwing gegeven. Die natuur die we elke dag slecht behandeld hebben, bauxiet weggehaald hebben, goud weggehaald hebben, diamant weggehaald hebben, aarde weggehaald hebben, zoveel andere stoffen weggehaald hebben, die reageert nu. De mens gaat het niet kunnen stoppen. Maar gebed kan wel stoppen. Gebed met kennis en wijsheid om te handelen, om die natuur alsnog te beschermen, kan helpen. Dan begrijpt u dat wij als mens meer moeten gaan naar het spirituele leven. Meer moeten gaan kijken naar onze dharma. Meer moeten gaan kijken naar ons gebed. Meer moeten gaan kijken in het regelmatig bidden, samen bidden. Als samaj, als gemeente, als sanatana, samen bidden op het plein, samen bidden overal. Omdat dat de kracht gaat zijn die wij nodig hebben om ons land Suriname te redden, om de wereld te redden. En ik ga als president nog harder werken om te zorgen dat die problemen van jullie allemaal opgelost gaan worden. Het enige wat ik vraag, vergeet af en toe niet om ook voor de president te bidden, zodat hij meer kracht krijgt.
meer energie krijgen, meer wijsheid krijgen om die problemen van land en volk op te lossen. En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.